Yeah, pasti. A opening and a beginning who Dr. Ed Hampson of Veterinary Health Officers. Lakis talaga namin ang mga halating niyo. Wapit yung barasa. Gisteravond is er een plein overgebracht in de Palmentuin in verband met de dag der inheemsen morgen. Het pleinoffer is eerder gebracht om voor kracht en bescherming te vragen aan de Allerhoogste. Daarom staan in tegenstelling tot de voorgaande jaren morgen op de dag zelf geen pleinoffer worden gebracht. Yosin Aluma Toku, voorzitter van de Stichting Amazone Markt Suriname, geeft aan dat morgen de dag gestart wordt met gebed en een vuurceremonie. Vuurceremonie, dat is het verbranden van het negatieve, van alle ja, negatieve elementen en dat we ook een nieuw leven gaan beginnen. Dat het goed zal gaan in het verder leven in Suriname. Het pleinoffer dat gisteravond is gebracht, is volbracht door Mark Langemang, een shaman in opleiding. Aluma zegt dat shaman worden een lang proces is. Je wordt niet zomaar een poyai. Dus, niemand kan zichzelf een poyai noemen als je het gif niet tot je hebt genomen. Gif, takidi en andere in de Amazone is het de ayahuasca. Dat neem je als je gereed bent als je het leven wil aannemen van een poyai. Het is niet makkelijk. Het is een proces. En om sober te gaan leven voor jongeren is nog niet zo ver. Want je moet sober gaan leven als je een poyai wil worden. Als je een poyai bent. Je gaat niet meer naar een dansen, je gaat niet meer naar je leven, je ecowereld. De dag der inheemsen, ook wel Ingidé, is een officiële vrije dag in Suriname en staat symbool voor respect en erkenning van de inheemse bevolking van Suriname. In 2006 heeft president Venetiaan de dag uitgeroepen tot nationale feestdag.